Loud Noise en hey rockers, hey. Ik ben Mirjam van The Dirty Denims, hardrock band uit Eindhoven. En ook van Onlightning, waarmee ik dus muzikanten leer online marketing in te zetten voor hun muziek. En daarom geef ik vandaag een muzikantentip, mijn ultieme muzikantentip, binnen een paar minuten. Dus, here we go. Wat mij opvalt, is dat heel veel muzikanten en ook in de rock en metal lastig vinden om zichzelf te benoemen. Te omschrijven hoe muziek is. En dat is het allerbelangrijkste. Want als jij je muziek wil promoten, moet je eerst weten wat voor muziek je maakt en wie jouw ideale fans daarbij zijn. Dus daar wil ik mee gaan helpen vandaag. Want er zijn veel te veel bands die gewoon hun muziek rock noemen of metal. Maar dat is eigenlijk veel te breed. Want jij weet ook dat als jij van metal houdt, dat je niet alle metal vet vindt. Tenminste, sommige mensen wel, maar de meeste niet. Dus mijn tip is, ik pak even dit erbij. Ontdek jouw genre en jouw niches. En je hebt vier lagen. Je hebt genre, dat is gewoon een hoofdgenre. Subgenre is weer een iets kleiner gedeelte daarvan. Je hebt de niche, dat is dus nog kleiner. En de micro-niche. En met de micro-niche ga je jezelf weer onderscheiden van de anderen. En hoe kun je deze genres voor jou ontdekken? Dat kun je doen op basis van vergelijkbare artiesten. Dus ga jou in eerste instantie wel jezelf vergelijken of laat anderen dat doen. Van welke invloeden zijn er hoorbaar? Welke grotere artiesten zijn hoorbaar in jouw muziek? En ga die mensen vervolgens opzoeken op Wikipedia. Wikipedia.org en dan de Engelse versie. Want als je daar bijvoorbeeld een band invult, dan krijg je zoiets als dit te zien. Dan krijg je dus beschrijving van die band. En dan krijg je hier rechtsboven ook allemaal blokjes met genres. En daar kun je ook op klikken. Zo kwam ik bijvoorbeeld op heavy metal music uit toen ik op Pantera zocht. En hier kun je dan ook weer subgenres vinden. En daar kun je helemaal in gaan duiken, pirate metal. Dus wat ik jullie even een paar voorbeeldjes wil laten zien. Je kunt dus op basis van inspiratiebronnen, dus doe een lijstje met de veel voorkomende namen. Ga die opzoeken op Wikipedia, schrijf alle benamingen die je daar vindt op. En zo zul je waarschijnlijk al overlapping zien. En ga dan puzzelen. En ik heb hier een voorbeeldje van onze eigen band. Onze eigen band, maar genre is rock, subgenre is hardrock. Niche is female-fronted hardrock. Oké, we hopen eigenlijk dat het niet meer nodig is om dat erbij te zeggen, female-fronted. Maar het is nog steeds wel een verkleining binnen weer de hardrock. En onze micro-niche, waarin we ons dus weer onderscheiden van de andere hardrock, is omdat wij punkrock en hardrock combineren. En zo wij noemen dat happy hardrock. En niet iedere hardrocker houdt van happy hardrock. Maar dat is ook helemaal niet erg. Je wil je juist focussen op de juiste mensen. Nou, nog één voorbeeldje. Je hebt genre rock, bijvoorbeeld subgenre heavy metal. Niche daarbinnen kan pirate metal zijn. En een micro-niche, dus kleine waarmee je jezelf onderscheidt, is bijvoorbeeld pirate speed metal of pirate doom metal. Dat zijn twee verschillen waar je al meteen weet van, ja, pirate speed metal is weer heel anders dan pirate doom metal. En onderscheidt zich ook weer van de algemene pirate metals en ook van de heavy metal, waardoor jij je dus beter gaat onderscheiden. Dus nog even één keer kort terug. Hier zie je ook heavy metal. Is een genre van rock music. Dus dan weet je ook, de hoofdgenre is rock. Heavy metal is een laag kleiner. Toen vond ik bijvoorbeeld pirate metal. Hier. En toen heb ik zelf nog mijn eigen micro-niche verzonnen. En je kunt dus hier dus Pantera invullen. En dan krijg je een pagina. En hier staat dus, is een American heavy metal band. Dus zo kom je erop neer. Ga dus meerdere artiesten opzoeken. Niet alleen maar Pantera, niet maar één band, maar meerdere. Ga je veel voorkomende genres ga je noteren en ga vervolgens puzzelen. Nou, dat was hem eigenlijk wel. Zijn dus twee voorbeelden. En heb je nog veel meer hulp nodig? Want dit is natuurlijk maar heel kort. Onlightning op Insta, Facebook, website. En ik heb een podcast en een blog. Dus hoop je snel bij de live muziek te zien. Cheers!